Nederland, laagland, beschermd tegen de zee door dijken en door duinen. En achter die duinen, bollenvelden en nog eens bollenvelden, als kleurige lappendekens gedrapeerd over het land. Want Nederland is een bloemenland. En de tulp in het bijzonder wordt wereldwijd geassocieerd met Nederland. Het is dan ook niet vreemd dat in het voorjaar duizenden mensen speciaal naar Nederland komen om een bezoek te brengen aan de Keukenhof, de mooiste lentetuin van Europa. In dit park, met een oppervlakte van meer dan 30 hectare, worden elk jaar vele miljoenen bloembollen geplant in betoverende composities. Honderden soorten tulpen en vele andere bloemen zorgen voor een vuurwerk van kleuren als de Keukenhof haar poorten opent voor het publiek. Het was de bedoeling een voorbeeldtuin te creëren, waar kwekers en exporteurs hun producten optimaal zouden kunnen presenteren. De initiatiefnemers zullen destijds wel niet hebben vermoed dat de Keukenhof nu jaarlijks door bijna 1 miljoen gasten wordt bezocht. Toch lopen al die mensen elkaar niet voor de voeten, dankzij de uitgestrektheid van het terrein en de brede wandelpaden met een totale lengte van 15 kilometer. Hoewel, soms moet je even geduld hebben om juist dat ene plaatje te schieten. De Keukenhof is meer dan alleen bloemen. Er zijn ook lanen met prachtige oude bomen zoals de Beukenlaan, die heel geliefd is bij de bezoekers. Ooit, ongeveer 600 jaar geleden, behoorde het landgoed waarop de Keukenhof ligt tot de bezittingen van Jacoba van Beieren, gravin van Holland. Van bloembollen en tulpen had men toen nog nooit gehoord, maar de herinnering aan gravin Jacoba wordt levend gehouden. Ten slotte dankt de Keukenhof haar naam aan de tuinen en de jachtvelden van de gravin. Ik, Jacoba, hertogin van Beieren, gravin van Holland. Dit gebied voorzag namelijk in de levensbehoeften van haar hofhouding en werd daarom Keukenhof genoemd. 400 jaar geleden woonde ik hier op mijn slot Deiningen. De Keukenhof was er toen nog niet, maar hier waren landerijen waar ik regelmatig op valkenjacht ging. Thank you.
Op de terreinen van de keukenhof bevinden zich ook grote paviljoens en geklimatiseerde kassencomplexen. Hier worden elk seizoen bloemenexposities gehouden met steeds andere soorten in de hoofdrol. Het publiek kan genieten van veel bijzondere variëteiten tulpen en andere soorten bloemen die hier onder optimale omstandigheden worden tentoongesteld. Bovendien is het hier goed toeven als het weer te wensen overlaat. Door de telers worden kosten nog moeite gespaard om hun producten zo fraai mogelijk onder de aandacht te brengen. Getalenteerd